Compleet wonen. Joosten glas- en schilderwerken. Kalman Media Producties. Marimba bloemsierkunst. Expert Bokstel. En Stage Event Equipment. Ja, vandaag in Dommeland Live gaan we het hebben over de Kinderboekenweek. Die eindigde gisteren en de 10-jarige Jinte komt met ons praten over haar allereerste boek wat ze zelf geschreven heeft. Bakkerij van Eindhoven bestaat 135 jaar maar liefst. En we hebben twee voorzitters van twee voetbalclubs te gast hier uit de omgeving. En met hun gaan we praten over de kunstgrasveldproblemen, want dat is nogal iets. En Kok Jos is er weer. Ja, voor jou. Wat ga jij voor ons maken? Nou ja, het mooiste seizoen van het jaar voor de kok is natuurlijk aangebroken. De herfst, mooie producten, allerlei paddenstoelen, maar ook vooral de wildgerechten natuurlijk. Ja. Dus met name gaan we daarop insteken. We gaan lekker iets maken met wilde eend. Dus hoofdgerecht hertenrugfiletje. En als dessert een appeltaartje in een glas. Godzakjes, ik kijk er nu al naar uit. Het ziet er prachtig uit. Ik kom straks een paar keer bij jou terug. Het is dinsdag 18 oktober. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dommeland Live. Ja, bij mij op de bank Jinte Brandwijk en Ineke Platel. Welkom, oma van Jinte. Jinte, maar ten eerste, wat heb jij een prachtige naam. Dank u wel. Waar komt die vandaan? Of weet je het niet? Wie heeft die bedacht? Papa en mama natuurlijk, maar ja. Wat een echt een mooie naam. Dank u wel. En je hebt je allereerste boek geschreven, Amanda May, op zoek naar het niets. Misschien kunnen we hem goed laten zien. Hoe is dit ontstaan? Ja, ik lees heel vaak zelf boeken. En ik hou zelf ook van zelf fantasieverhalen verzinnen. Ja. En dat soort dingen. En ja, daarom kwam ik op het idee, omdat ik me ook vaak verveelde bij opa en oma. Want elke donderdag, dan zijn wij zeg maar bij opa en oma. Ja. En ik verveel me altijd, want ik heb twee neefjes en één broertje. Ja. En die speelden dan alleen maar jongens spelletjes en zo. Ja. Dat vond ik dan helemaal niet leuk. Nee. Dus ik kwam op het idee, misschien kunnen we samen een keer iets leuks gaan doen. Met oma samen? Ja, precies. Wauw. Maar je dacht niet, je houdt niet van Barbies of zo? Ja, dat is bij jou ook wel. Hey, maar vertel, Amanda May op zoek naar het niets. Waar gaat het over? Eigenlijk over een meisje, en dat ben ik dan, ja? Die in een Want je speelt zelf de hoofdrol in het boek, ja, hè? Die in een fantasiewereld komt ze terecht. Mm-hmm. En komt ze allerlei dieren tegen die haar gaan helpen, mm-hmm, om er zeg maar uit te komen en om het niets te verstaan. Maar dat heb je zo in één keer zo... Nee. Hoe dan? Waar haal je inspiratie vandaan? Uit boeken en veel zeggen al dat ik een best grote fantasie heb. Dus ja, dat zit, in het begin zit dan in je hoofd. En als ik het, of oma het dan niet meer verder weet, als oma het bijvoorbeeld niet meer verder weet, dan weet ik wel weer iets dat ik kan aanvullen. En zo kun je steeds zeg maar door en delen gaan maken. Ja, want oma, Ineke, je hebt meegeholpen. Ja. Hoe was dat? Nou, het is heel leuk. Wij wonen eigenlijk dicht bij elkaar. Ja. En dat is een groot voordeel, want we wonen zeven deuren van elkaar. Dus ja, als Jinte tijd had, dan kwam ze naar ons. En ja, als we fantasie hadden, dan werkten we eraan. En hadden we even een writersblok, zoals het heet, dan wist Jinte het weer verder, of ik wist het weer verder. Maar het verhaal eigenlijk is wel van Jinte. Ja. En we hebben het zelf een beetje gevormd en een beetje passen en meten en geleerd hoe je in hoofdstukjes moet kaderen. Want dat is natuurlijk voor een kind heel moeilijk, ja, om te bedenken van jeetje, hoe maak je nou zo'n boek? Ja, en Jinte, opa heeft ook een beetje meegeholpen, hè? Ja. Vertel eens, wat heeft opa gedaan? De layout. De layout? Ja. Wat is een layout? Zeg maar een beetje zorgen voor de opmaak van het boek en een beetje voor de pagina's.
dat alle platen die we hebben gemaakt, dat die er zeg maar in komen te staan. Ja. En allerlei, dat de hoofdstukken allemaal goed erin staan, mm-hmm, en al dat soort dingen. Want opa heeft ook wat tekeningen gemaakt volgens mij, hè? Of niet? De layout dan. Want we hebben wel wat plaatjes, kijk maar eens even mee. Ja, die hebben we samen gemaakt. Hebben jullie die samen gemaakt? Ja. Nou, dan heeft de redactie me helemaal verkeerd geïnformeerd. Ja, dat is juist het mooiste van het boek bijna, ja, vinden wij. Ik vind het ook prachtig, ja, want ik had de tekening gezien. Kijk, we hebben foto's gemaakt en Jinte heeft ze uitgeknipt. Ja. En heeft ze in een tekening van een arend, zie je hier, die heeft ze zelf getekend. Ja. Zodat het lijkt alsof die arend heel groot is en Jinte klein. En daaromheen heeft ze geplakt en geschilderd en getekend. Dus het is niet alleen geschreven, maar ook de platen zijn van Jinte en mij. Wauw. En volgens mij hebben we nog een plaatje. Ja, we hebben er heel veel. Wat zien we hier? Eigenlijk moet ik dan ook door een grote arend. Dan zie je alleen de poten. Ja. Dan moet ik me naar hem uitreiken om hem vast te pakken, want volgens mij was dat toch, ik weet niet precies meer waar dat was. Ik ga twee keer met de arend mee. Ja. En dit is de keer dat hij, volgens mij de eerste keer, dat hij in het bos zit met die grote pad. Ja. En dat ze dan vastzit in dat paddenslijm. En daar komt ze niet uit en dan roept ze, oh Dras. En dan helpt hij haar. Ja. Ja, Ineke, jij bent geen onbekende in Boksel. Je leidt aan een spierziekte, hè? Vandaar dat je ook klopt. In een rolstoel zit. Ja. Maar dat weer houdt jou eigenlijk van helemaal niks, want naast het schrijven schilder jou. Ja, klopt. Dit was dus ook een uniek project voor ons alle twee. Want ja, echt hele grote doeken kan ik niet meer schilderen. Mm-hmm. Maar dit soort dingen en foto's maken, en zeker als je het samen met iemand kan doen die wel het bereik heeft, dat ik weer net niet kan. Ja, dat is toch fantastisch. Dan kun je eigenlijk alles. Ja. Hey, wanneer hoorde jij dat het boek werd uitgegeven eigenlijk? Nou, opa en oma die stuurden het volgens mij naar een drukkerij in Engeland. Omdat het heel snel klaar moest zijn, want ze wouden het graag voor mijn 10e verjaardag geven. En dat was ook echt een hele verrassing, want ik had nooit gedacht dat het er zo mooi uit zou zien en dat het echt een echt boek zou worden. Dus kreeg ik het op mijn verjaardag, was het net op tijd klaar. Yeah. En dan kreeg ik het en ja, dat is natuurlijk wel super cool om je eigen boek zo te zien. Ja, tuurlijk. Helemaal klaar, ja. Super cool vet. Hey, wat deed je toen je dat boek zag? Ja, Hoe vond je dat? Want je zei het super cool, maar je ziet en denk je krijgt cadeau en dan... Ja. Je eigen boek. Ja, dat is heel leuk. Eigenlijk ook ben je een beetje verrast, want dan denk je zo, ja, het is echt mijn boek. Zo, ja, die heb ik en zo mama samen geschreven. Het is ons boek. Jij hebt vast volgens mij de allerleukste oma van de hele wereld. Ja. wat zeggen je vriendinnetjes nu? Nou, die vinden het allemaal ook super cool dat ze gewoon een beroemde vriendin hebben, zeggen ze dan tegen mij. En ja, die vinden het ook super leuk allemaal. Ja, want ik zie je verschillende kranten ook liggen, hè, op tafel. En daar stond je ook in. Ja. Hoe vond je dat? Ja, ik vond het zo ook super cool. Maar het allercoolste is natuurlijk om op tv te mogen hier. Hey, op tv te mogen. Ja. En daar ben je nu. Ja. Dat zijn ze vorige week, ja, hè? Ja, maar wow. Ik dacht in de krant komen, ja, dat is wel super cool. Nou, nu is mijn droom helemaal vervuld, maar het kan nog beter. hoe ging het hele proces eigenlijk? Hoe zijn jullie door het hele proces gekomen? Want hoe lang heeft het bijvoorbeeld geduurd? Ongeveer 3/4 jaar wel, hè, Jinte? Ja. Ja, want je hebt niet iedere dag zin, hè? Jinte moet ook gewoon spelen en met de vriendinnen en de Barbies. Doen we ook, hè? Ja. Met de Barbies. Maar dit was wel een heel leuk project. Ja. En wij stuurden iedere keer brieven naar elkaar. He, weet jij hoe het verder moet? Ik weet het niet meer. En zullen we nog wel mee doorgaan? En dan gingen we weer schilderen en hadden we weer helemaal zin in. Ja. Want je zegt, ik ging schilderen, maar ging het dan echt de inspiratie via het schilderen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, het schilderen was het moment van rust, hè? Als we het even niet verder wisten. Ja.
Dan konden we bijvoorbeeld een tekening of schilderij maken van iets, een hoofdstuk wat we al gehad hadden. Ja. En terwijl we daarmee. Naast elkaar, hè, in mijn ateliertje. Ja. En dan kwamen we iedere keer weer een stukje verder. En echt ruzie hadden we niet, hè? Nee. Niet echt. Hey, wat is nou het allermooiste stuk uit het boek volgens jou? Nou, het stuk of een. Ja, of een stukje tekst. Oh, de plaat. Ja. Die is heel mooi wel. Kunnen we die laten zien ergens? Ja, dat is echt een hele grote plaat. Ja. Ik weet niet welke camera, deze. Kun je dat laten zien? Wat zien we hier? Vertel eens. Het is een walvis. Ja. Waar je king kruipt. Ja. Om, zeg maar, om door de suis en de zon heen te gaan. Die kan natuurlijk niet door een hele wilde rivier zomaar gaan zwemmen. Ja. Ja. Daarom moet ik zeg maar in hem kruipen om door de rivier te komen. Ja. Hey, en wat zijn jouw plannen? Heb je al plannen voor een nieuw boek? Ja, we hebben al een heel klein beginnetje gemaakt. Ja. En het wordt iets heel anders dan het vorige boek. Ja, ze hebben een probleem met de microfoon. We houden even de microfoon erbij. Ja. Heb je toch nog een microfoon? Hey, wat maakt Jinte volgens u zo speciaal, dat ze dit zo samen... Want er zijn niet heel veel kinderen van deze leeftijd die dit kunnen. Het kunnen alle kinderen. Ja? Ja, absoluut. En waarom dan? Ja, als je het samen met je opa, je oma, iemand die tijd heeft en die daar de ruimte voor heeft. Kinderen hebben heel veel fantasie. Ja. En als je daarin gaat zitten, dan, dan groeit dat vanzelf. Ja. Ja, echt heel leuk. Hé, hey, en waar is het boek te verkrijgen? Als we nu toch op tv zijn, dan kunnen we net zo goed even alles vertellen, toch? Ja, ik zou er gebruik van maken. Bij de Reshop, daar lig je er nog best veel. En bij de Bruna ook. Ja? Maar bij de Bruna lag er de vorige keer, dat was ongeveer gisteren of eergisteren, lag er nog maar één. Wauw! Supergoed. Mm-hmm. Jinte gaat ze nu dan even in de winkel kijken. Hoe het met de winkel staat. Dat deed mama. Ik wil jou super danken dat je er was. Echt super lief. Lieneke ook, dank voor je komst. En wil je thuis nu meer informatie? Ga even naar de website www.omroepdommeland.nl. Ik ga weer naar kok, Jos. Hoe staat het ervoor, Jos? Gaat het goed? Oh ja, ik moet even de microfoon natuurlijk. Ik kom even bij jou de microfoon stiekem. Dan gaan we je gewoon lepelen. Hè, toch? Lepelen voor een kok, dat moet makkelijk zijn. Ja, dat moet kunnen, hè, toch? Wacht, het is even het geluid pakken. Hoe gaat het? Ja, goed. Met de voorbereiding? Ja, goed. Ja, we zijn hebben hier een vaste eentjes, zijn maar konfijten. Even wat lager zetten, gaat een beetje te hard. Ja. Zo gaat het eigenlijk in ganswet. Ja. 100% ganswet. Een beetje de rozemarijn, een beetje de tuim erbij, een klein beetje knoflook. Eentjes gaan erin. Daar denken natuurlijk mensen heel veel van, oh, dat gaan mijn aders weer dichtslippen van het vet en zo. Ja. Je moet hem echt op 80, 85 graden houden. Dan kan het vlees heel mooi, heel zacht garen. Dat heeft ook best wel lang nodig, want 3-4 uurtjes heeft ze nodig. En, maar het vet trekt er echt niet in. Het geeft alleen maar smaak af van het vlees. Dus ook mede door de temperatuur. Confijten noemen ze dat. En dan wordt echt heel zacht. En ja, niet vet, laat ik het zo zeggen. Dat zul je straks wel proeven. Ja. Hey, en kun je vast. Wat is nu volgens jou echt? Want we zijn hier natuurlijk de herfst. We zien het wild natuurlijk. Wat is nou volgens jou echt een herfstgerecht? Ja, een herfstgerecht is sowieso iets met de mooie groenten die er nu komen. Hè. We noemen het nog steeds de vergeten groenten, ondanks dat ze al een aantal jaren best wel in de winkel liggen. Mm-hmm. Passinaken, zoete aardappel, topinambour, verschillende soorten paddenstoelen. Spruitjes, ondanks dat heel veel mensen het ook weer niet lekker vinden, kunnen ze toch heel lekker zijn. Zeker bij wildgerechten. Ja, en uiteraard het wild wat nu komt. Mooie hertenrugfilet, reerugfilet, fazanten. Maar ja, vooral neem het vooral wild en niet de gekweekte versie. Want gekweekte fazant kun je net zo goed kip eten. Maar voor de mensen thuis, we hebben wild. Ik denk dat niet iedereen weet van hoe moet ik wild nou op een makkelijke manier bereiden. Dat gaan we zo dadelijk laten zien. Oh, ja. Nee, we hebben bijvoorbeeld al zo het confijten.
Dat kunnen mensen ook al thuis doen. Dat kun je een paar dagen van tevoren doen. Want confijt, dat deed ze vroeger ook al. Yeah. Om het ook houdbaar te maken natuurlijk. Yeah. Dus het is ook vrij lang houdbaar. Je kunt het daarna nog eventjes lekker bakken in de pan. Mm-hmm. Dan krijg je een krokant laagje. Dus, en dan is het ook weer warm. En dan heb je een heel lekker gerecht. En hoe we straks her terugfilet gaan maken, dat laat ik straks verder op zien. Hé, hey, en ik zie hier het mooie gerechtje. Misschien kunnen we die in beeld nemen. Ik weet niet, ik ga me een klein beetje optillen. Kunnen we die ergens zien? Wauw, wat is het? Dit zijn dus eendeboutjes. Want eerlijk zal zei, ze hebben 3 tot 4 uur nodig om te confijten. Dus ik had het ook al een beetje voorbereid natuurlijk. Dus ligt, eronder ligt een salade van pastinaak met vadevan kruiden. Ja. En dat is een crème fraîche. Ja, dat is een hele lekkere combinatie. Het valt voor mij onder een beetje fingerfood. Dus dat wil ik wel eens zien, Geert, hoe jij dat gaat doen. Mag ik het echt proberen? Ja. Ik vind het als... Ik heb hier wel een lepel liggen voor de salade dan. Ik vind het fijnste moment altijd van deze uitzendingen met eten. Oké, Jos. Oké. Mmm. Mmm. Oh, het is echt lekker. Wauw. Ja. Wat maakt dit zo mals nu dan? Dat is door het zachte garen en doordat het in gandelvet gegaard is, dat maakt het zo mals. Dat houdt het vlees zijn sappigheid. Mm-hmm. En daardoor krijg je een heel mooi van mals vlees. Als je dit in een eendeboutje zou bakken, een wilde eendeboutje, dan krijg je never to nooit bijna niet zo gaar dat je het kunt eten. Dat wordt heel taai namelijk. Wauw. Oh. Ik ga gewoon nog naar. Mm. Oké. Heerlijk. Volgens mij moet jij voorbereiden voor jou. Ja, dan laat ik in de volgende versie even zien van hoe dat we de herterug gaan maken. Want dat is wel. Ik noem het klaar. Lekker. Zeker interessant. Doe lekker je ding. Doe ik zeker. Dankjewel. Ga ondertussen weer terug naar de bank. Want daar zitten Jos en Ineke van Eindhoven. Welkom. Dankjewel, graag. Ja, en bakker Jos is de derde generatie in de familie van Eindhoven, als ik het goed zeg. De klopt. Derde generatie. Derde, ja. Jullie bestaan 135 jaar. Sta jij nou nog steeds met zoveel plezier, net als jouw opa, brood te bakken? Ik weet niet of mijn opa me... Die heeft ook met heel veel plezier, is hij bakker geweest altijd. En mijn vader is heel zeker, dat weet ik heel zeker. En ik ook met eigenlijk steeds meer plezier. Dat neemt toe naarmate de jaren vorderen. Dus het mooie van het ambacht is aan het groeien. Dus. We laten even wat foto's zien uit de oude doos. Die hebben we hier. Kijk even met me mee. Wat zien we hier, Dit is Jos? De opening in 1947 van de toenmalige nieuwe bakkerij. En dat is de compagnon van mijn vader, althans de kinderen daarvan. Ja. Van familie van de Vleuten. Ja. En links staat pastoor Kluitmans. En rechts met die hoed is de architect, meen ik. Maar dat weet ik niet zeker. En de kinderen die daar staan, dat zijn de kinderen van de Vleuten. En het meisje wat op de schouder, of op de arm is van de ene dochter van de Vleuten, de oudste. Ja. Dat is mijn oudste zus. Die was toen 2 jaar. En dit is de pastoor die echt de bakkerij inzegent. En op de achtergrond zie je de ovens die toen net gebouwd zijn. Wauw. En dan links staat Jan en moeder van de Vleuten. En helemaal links staan, die staat er net niet meer zichtbaar op, mijn ouders. En volgens mij hebben we nog wat meer foto's. Ja. Even kijken. Wat is dat, dit? Dat is de oven waar mijn vader altijd en opa in. Daar is het eigenlijk begonnen. Jo. Ja, dat is het bakhuis. Rechts de warm waterketel, daar werd onder vuur gestookt om het water op temperatuur te krijgen. Ja. En dan de oven. En er was eerst takkenbossen erin die stoken en dan het brood erin schoonmaken. De takkenbossen eruit schoonmaken en dan mocht kon het brood gebakken worden. Er konden wel zo'n 60 tot 80 broden in, hè? Ja. Zo. Ja. En dit is het winkelpand tot, ik meen, maar dat weet ik niet zeker, midden jaren 30. Nee, midden jaren 40. En toen is de pui veranderd, maar in grote lijnen is het nou nog ongeveer hetzelfde. Wow. En deze foto is gemaakt vanaf de kiosk. Prachtig. Op het park. Wat doet dat met jou als je zo die foto ziet? Ja, eigenlijk niet zo heel veel bijzonder. Nee, ik ben het zo gewend.
Dus dat is voor mij eigenlijk wat ik eigenlijk vanaf mijn allereerste jeugd heb meegemaakt. Wilde jij zelf altijd al bakker worden? Nou, ik wilde heel even pater worden. Ja. Want dat was toen gebruikelijk op de lagere school. Rond de vijfde, zesde klas kwam er een pater van een of andere orde. Mm-hmm. En die kwam dan jongetjes vertellen hoe leuk het was om missionaris te worden. Dus dat zag ik toen helemaal zitten. Dus toen werd ik missionaris. Maar toen was ik 15, 16 en toen was de missionarisambitie weg. Maar ik heb eigenlijk altijd al heel erg veel belangstelling voor de bakkerij gehad. Dus toen ik 10, 11 was, meehelpen in de vakanties. En dat begon al heel snel. En is nooit weggegaan. Dus... Ben je nou de enige eigenlijk in jullie gezin die bakker is geworden? Nee, mijn broer die is ook bakker geworden. Ja. En die is jammer genoeg in augustus dit jaar overleden. Dus... Dat heeft mij wel aan het denken gezet. Ik ben nu 65 en hij is maar net 69 geworden. Mm-hmm. Mijn vader was ook maar 69. Dus dan ga je sommige dingen wel anders zien. Maar in principe, ik ben niks liever. Al zou ik 100 jaar worden bakker. Want wat maakt het bakkersbestaan dan zwaar, als ik dat goed begrijp? Nou, ik zelf vind het niet zwaar. Niet zwaar? Nee. Ik leef voor een gedeelte andersom dan de gemiddelde. Mm-hmm. Persoon die gaat werken, maar ik denk iemand in de horeca, die heeft het zwaarder dan ik. Wat bedoel je andersom? Je begint? Ik ben 's morgens om 3:30 bezig tot 's middags om en nabij 1-2 uur. En dat zijn dan pittige uren. Dat wil zeggen, dat gaat behoorlijk fanatiek. We zijn nu nog 4 dagen in de week open. Maar in die 4 dagen halen we eigenlijk zonder problemen toch wel 60 uur. Zo. Dus daar, ik draai mijn hand niet voor om, maar voor een aantal mensen zeggen, jeetje, dat is belachelijk veel. Nee, ik vind het niet veel. Omdat het voor 80% hobby is, kan ik maar zeggen. En wat is, denk je, volgens jou, ik heb straks ook voor jou nog heel veel vragen, Hoedeke. Dus wat is, denk je, het grote verschil tussen het bakken zijn hedendaags en het bakken zijn, zeg, 135 jaar geleden? Nou ja, ik weet wel, toen het in de jaren 50... Nou, nu is een klant, staat ook op een voetstuk. Je bent heel zuinig op je klanten. Maar vroeger was je bijna een slaaf. Dus iedereen die kon roepen en vinden en zeggen wat hij wilde. Jij vulde het als bakker altijd in. Dat ging altijd door. Dat hield nooit op. Dat was ook bijna 24 uur per dag. Was er al... En nou zeg je, ja sorry mevrouw, dit maken wij en dat maken we niet. En dan zul je uit moeten kiezen. En vroeger moest eigenlijk altijd alles kunnen. En dat is nou een beetje weg, gelukkig. Wordt het wel iets makkelijker mee, door. Spring ik toch een beetje op in, hoor. Krijg je speciale vragen, dan kun je daar ook op in. Ja, ik zal de microfoon gebruiken. Ja. Nou, ik zei eigenlijk, we kunnen erop inspringen als speciale vragen van klanten. Ja. Wil een klant echt iets anders dan normaal? Mm-hmm. Nou, als het in de mogelijkheden ligt, dan wordt het gemaakt. Ja, en je zegt er nou bij, als het binnen die mogelijkheden van nu ligt, dan doen we het. Natuurlijk met heel veel plezier. Maar er zijn ook momenten dat iets niet kan, ja, dan wordt dat ook gezegd. Dus dat is wel anders. Maar voor de rest, ja, het is een ontiegelijke uitdaging, elke dag opnieuw. Dus, we hebben jou vrijdagavond eens gevolgd tijdens het proces van deeg maken. Begin. Laten we even kijken nemen en misschien kun je vertellen wat we een beetje zien allemaal hier. Oké. Nou, hier ben ik net begonnen. Dus grondstoffen afwegen. En dan wat je het eerste doet, is het deeg maken. Kijk, daar liggen de grondstoffen. Ja. Dus relatief heel weinig grondstoffen met een hele hoop bloem of meel. Ja. En dat is nou net de kunst om van zo weinig mogelijk, met zo weinig mogelijk middelen, een lekker brood te maken. Dit is dan bloem, dit wordt dan wit brood. Wat ik me afvraag, hè? Want jij bereidt natuurlijk, we zien hier, ondertussen laten we het beeld gewoon lopen, je bereidt natuurlijk je eigen deeg. Hoe kijk jij eigenlijk tegen al dat, hoe zeg ik dat, niet ambacht aan van het brood? Nou, tegenwoordig in de grote ketens voorbij gekomen. Ja, kijk, er moeten heel veel monden gevoed worden en er is een groep mensen en die kiest voor hetgeen wat wij maken. Ja. En er is een groep mensen die zegt, ja, ik vind dat ook prima. Nou ja, goed. Ieder zijn smaak en ieder zijn eigen wens. Mm-hmm. En dit lijkt wel allemaal super machinaal, maar ik kan elk moment nog onderbreken. En elk moment
En elke weersinvloed, die kan ik nog meenemen. Ja. Bijsturen. En bijsturen altijd. Ja. Dus. Want je hebt het net al verteld, maar hoe laat start jij hiermee? Want dit was vrijdagavond. Dit was vrijdagavond. Dit is dan voor de zaterdag? Voor zaterdag, ja. Ja. Maar 60% van de meekomzet, die zit, 65% zit op vrijdag en zaterdag. Ja. Dus die verhouding is helemaal scheef. Ja. Daarom zijn wij ook de eerste twee dagen van de week zijn we dicht. Ja. Omdat alles op het eind van de week zit. Maar ja, dit is een kwestie van vrijdagavond om, hoe laat was het? 6:30 beginnen en dan gaat door tot zaterdagmorgen 10:30, 10:30. Zo. Bijna non-stop. Echt? Ja. Jeetje mina zeg. Ja. Maar ja, dat is, maar in de horeca is de idem dito, dat is overal hetzelfde. Ja. Maar ja, je kunt zien hoe mooi vak dat is, joh. Dat is niks mooier dan dit. Ja, ben je nou als bakker ook verliefd op je eigen deeg? Of denk je dan van, wauw, wat heb ik toch weer een mooi deeg gemaakt? Als ik 's morgens klaar ben en het klaar is en alles ligt in de winkel en Ine heeft het in de winkel gepresenteerd, ja, dan ga ik even kijken en genieten. En daarachter zie je een monitor hangen en binnen heb ik die ook, dus ik kan de klanten in de winkel zien. Ja. Dus als het nou heel druk is, dan ga ik binnen achter de computer zitten en dan kijk ik via de bewakingscamera's in de winkel en dan zit ik gewoon te genieten. Het dorp op zijn kop staat, bij ons voor de verkeersdrukte. En zo'n 15, 20 man in de winkel, dat vind ik heerlijk. Wauw. Ja, dat is geniet. En dan kan ik dus in de winkel zeggen wat Jos zijn gebakje is. Ja, ja. Want Jos die komt ooit van de bakkerij naar voren gelopen en dan komt hij zijn product laten zien. Ja. En dan zegt hij ook dat de oogst is zo mooi in, dit is gewoon een gebakje. Ja. Dus er zijn al klanten die vragen aan mij, ik wil het gebakje van Jos. Ja. Dan weten ze de naam van het brood niet meer, maar het gebakje van Jos weten ze wel. Ja. En ze kennen ook mijn verslaving. En mijn verslaving is deze volkoren met geroosterde zonnepitten. Ja. Oh, dat klinkt heel lekker. Ja, dat is ook heel lekker. Maar dan vragen ze naar mijn verslaving en Jos zijn gebakje. Nou, nou, dus ja, zo werkt het door. Zo leuk. De enthousiasme kunnen we overbrengen. Dat is gewoon heel erg leuk. Over gebakjes gesproken, je zult nu misschien wel flink zandgebakjes maken, want het is volgens mij een grote puinhoop bij jullie voor de deur. Ja, een heerlijke puinhoop, ja. En daar gaan we ook leuk mee om. Dus. Daar speel jij goed op in, want daar hebben we ook een foto van. Ja. Kijk even met me mee. Wat staat er precies Jan op? Van den Bomen, dat is de aannemer die de weg, of de regulering en de weg maakt. Ja, die zit aardig in de weg, letterlijk. Ja. Want hij heeft er heel de zaak opengegooid. Ja. En de weg naar de bakker, ja, die ligt echt open. Letterlijk. Maar de weg naar de bakker ligt altijd open. Dus, maar ik heb er 's nachts zit ik dat soort dingen te bedenken. En je kunt als ondernemer heel boos zijn omdat de weg open ligt en dat er een hoop overlast is. En ik wil die overlast voor de klanten zoveel mogelijk beperken. Ja. Maar het is knap lastig natuurlijk. En dan kun je er op twee manieren mee omgaan. Of je gaat zitten voeteren dat het zo slecht is. Ja. Of je maakt er iets leuks van en dan is de pijn voor de klant is minder en het is zelf goed te hebben. En die jongens die aan de weg, letterlijk aan de weg timmeren, die vinden dit ook leuk. Maar die zandgebakjes lopen goed. Zandgebakjes lopen heel aardig. En die jongens van de bomen die krijgen, en de stratenmakers en de... Allemaal lekkere worstbroodjes. Oh, woensdag gehaktdag, maar morgen om 12:30 heb ik afgesproken met ze en dan krijgen ze worstbroodjes. Dus. Wauw. Ja, en dan... Heb ik gezegd, dan moet het eind van de week heel de straat dicht zijn. Dus, daar speel jij een beetje op in. Zo, op die manier gaan wij er mee om. Ja, Ineke, we weten nu heel veel over Jos, maar over jou wat minder. Waar ben jij eigenlijk geboren en getogen? In Heerlen. Heerlen? In Heerlen. En hoe kom je dan uiteindelijk in Linden? Door het beroep terecht? Van mijn vader. Mijn vader was econoom en heeft op diverse locaties gewerkt. Mm-hmm. En ik woonde in Best toen ik Jos leerde kennen. En toen in Beekelot, zoals zoveel, hier in Boksel, hebben we elkaar leren kennen. Ja. En ik heb letterlijk en figuurlijk aan mijn vader moeten vragen of dat ik mocht gaan werken. Want mijn vader was dan econoom, mijn moeder lerares koken en alles studeerde. En ik ging vragen of dat ik mocht gaan werken. Ja. Ik leerde Jos kennen en ja, het voelde goed. Ja. Ik ben in verschillende bakkerijen ben ik het vak gaan leren. Toen je Jos leerde kennen? Ja. Want je zegt, ik ging het aan mijn vader vragen, maar hoe reageerde jouw vader als econoom dat je bakkersvrouw wilde worden dan? Zij vonden Jos het lotje uit de loterij. Klopt. Ze zagen heel goed
in wat voor een figuur Jos was. Hoofdprijs. Ja, ja. Daar hebben ze heel goed ingeschat. Ja. Je wil het beste voor je kind. En zij vonden in Jos ook het beste voor mij. Vond hij dat ook aantrekkelijk? Omdat natuurlijk ook, je bent ook ondernemer natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar dat zat er ook in. Dus, ja. Ja, dat zat er ook in. Heel, ja, Jos, heel erg. Jos die bestiert natuurlijk de bakkerij aan de achterkant. Jij doet de hele voorkant, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat lijkt me een redelijk groot sociaal gebeuren. Heerlijk. Ja? Echt heel erg lekker. Ja. Ja. Het is heel, heel erg leuk om te merken hoe dat de band is met de klanten. Door in al die 41 jaar bouw je iets op. Je bent samen zwanger, je komt elkaar tegen op de peuterspeelzaal, kleuterschool, enzovoorts, enzovoorts. En nou zijn we allemaal in de fase van oma. En het praat gewoon heel gezellig. En het is heel belangrijk dat ik iets meedeel, of dat de klant mij iets mee wil delen. En dat kan allemaal. Dus reus belangrijk en zeer waardevol. En is het dan zo echt zo dat mensen komen bij jou binnen en dat je al weet van, oh ja, ik moet dit hebben, ik moet dat hebben, ik moet zus hebben, ik moet zo hebben? Of ze vragen aan mij, Ien, wat moet ik hebben? Ja? Ja. En dan stel jij het even voor ze samen. Ja. Ja, ja, we hebben jou ook gefilmd, alleen dan de zaterdagochtend natuurlijk. Dus daar hebben we ook wat beeld van. Zaterdagochtend vroeg in Liemt. Terwijl zijn vrouw Ien om 8 uur de winkel opent, gaat de bakker even slapen. Ondanks de modder vanwege de renovatie van het centrum, weten de klanten de winkel nog steeds goed te vinden. Een groenblit of een Annemarie. Goedemorgen, Ine. Het is al vroeg zaterdagochtend. Het is hier al een drukte van belang geweest, zag ik net. Ja, klopt. Hoe laat was Jos klaar met bakken? Jos was klaar met bakken, ja, 8:30 ongeveer. Vanochtend? Ja. Jee, en nu ligt het allemaal mooi in de schappen. Ja, dat gaat de hele nacht door, hè. De rest jou, fijn weekend. Hetzelfde. Dank je. Houden. Zowel Jos als iedereen zei, het is een redelijk sociaal gebeuren, hè. Dat zie je ook. Zijn er nou ook dingen die mensen tegen jou vertellen, Ineke, die eigenlijk niemand mag weten? Niemand mag weten? Ja. Ja. Ben ik dan benieuwd naar? Wat... Het komt voor dat je dus te maken krijgt met pijnlijke situaties. Mm-hmm. He, dat een mevrouw meedeelt dat ze de man verloren heeft. Of de man ziek is. Vorig jaar na de vakantie, toen wij de eerste zaterdag weer open waren, waren het 3 dames tegelijk. En dat zijn dan heftige dingen, daar leef je mee. Mm-hmm. Echt. En ik vind ook een hele grote waardering dat ze het belangrijk vinden om tegen mij te vertellen. Mm-hmm. Want je hebt een band met die klanten. Ja. Het is niet zomaar een klant die brood komt kopen, nee, er is meer. Ja. Zo voel ik het en gelukkig krijg ik ook die waardering van de klanten. Ontstaan er dan ook vriendschappen in de winkel? Ja, zeer zeker. Ja, zeker. En je zegt net al vakantie. Ik ben toch benieuwd hoe jullie, stel dat jullie gaan zelf op vakantie, hoe kijken jullie dan naar het brood? Wat je op vakantie eet. Heel kritisch. Heel kritisch. Ja, maar hoe dan? Veel crackers. Omdat je het? Nou, sommige. Nee. Krijgt het ooit niet gevonden? Sommige. Nee, er wordt in Nederland over het algemeen ontzettend goed brood gemaakt. Gebakken, echt. Maar er zijn ook tovenaars bij en prutsers. Nou ja, goed. En die ga ik dan liefst uit de weg. En als ik dan niks kan vinden, ja, dan. Dan eet ik mijn crackers. Maar het is. Ja, nee. Ik kan één voorval vertellen, en ik ga geen namen noemen, geen plaatsen noemen, maar wel was op vakantie hier in Nederland. En Jos stond te wachten op een parkeerterrein en ik ging een broodzaak binnen, een hele mooie broodzaak. Ik kocht daar 1 brood voor 4 euro zoveel. Ik denk, nou, ik heb het hele interieur gekocht hier. Ja. En ik stap in de auto, ik dacht dat ik het goed gedaan had. Ik stap in de auto en ik laat het aan Jos zien. En Jos zegt, daar is dat en dat mee gebeurd. Die kan dan meteen uitleggen van, joh. Dat is, ja, dat komt dan niet zo. Ja, goed. Maar goed. Hij heeft niet de juiste weg gehad. Nee. Ja. Maar ja, goed.
Ja, dan passen wij ons wel aan. In de vakantie moeten wij zelf ook vreemd. Ja. Zo noem ik het altijd. Last but not least. 135 jaar bakkerij van Eindhoven. Jullie hebben volgens mij, zeg ik goed, 3 kinderen? Ja. Die hebben geen belangstelling. Nee? Ja, wel belangstelling, maar die zijn geen overnamekandidaten, nee. Dus dan, wellicht gaat dadelijk een ander gaat verder. Dus de naam van Eindhoven, ja, die verdwijnt niet, maar die combinatie met de bakkerij, die is weg op termijn. Maar dat duurt nog wel even. Dus, je gaat gewoon de... Ik weet niks. Maar we gaan lekker door. Dus, ja, jullie zien er zo gelukkig en mooi uit. Dus, dat weet ik niet. Dankjewel. Maar, goed gesminkt. Grote glimlach. Dankjewel. Dank voor we staan voor ons product. Ja. En als er iets niet goed uit de oven komt, komt het niet naar voren. Nee. Dat is heel leuk. En het winkelpersoneel neemt het automatisch over. Super. Die verkopen het ook niet. Ik zie het aan alles. Dank voor jullie komst. Super. Graag ik ga weer naar onze kok. Kok Jos, hoe is het? Wat zeg je? Pak de microfoon zelf maar. Ja, pak even de microfoon zelf. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ja, ik ben druk met hoofdgerecht bezig. Ja. Wordt dus hertrugfilet. Ja. Er komt puree van spruitjes bij. Mm-hmm. En er komen frietjes van zoete aardappel bij. Ja. Dus zoals beloofd zal ik nou laten zien hoe je bessen een stukje wild kunt bereiden. Ja, ja, graag. Ik heb nu dan even over rood wild, want het is natuurlijk hert. Zet even het... pan aan. Nou, pak een pannetje. Ja. Doe er wat olie in. Ja. Geen boter? Nou, boter kun je anders, als je graag die smaak hebt, kun je dat beter op het laatste moment even toevoegen. Mm-hmm. Olie kan namelijk een hogere temperatuur bereiken. Ja. Dus wil je dat met boter doen, dan gaan die eiwitten helemaal verbranden. Ja. Goed, daar zijn ook wel wat trucjes op om boter te clarifiëren, noemen ze dat. Dan kun je eiwitten eruit halen. Maar voor thuis is het wel makkelijk om gewoon wat olie te gebruiken. Mm-hmm. Nou, dan moet je toch heel even mijn microfoon weer vasthouden. Zullen we even wisselen? Ik heb geen 3 handen. We wisselen. Nou ja, ik heb hier... dit is eigenlijk dus de hele hertenrugfilet. Ja. Dat is een vrij kleine geweest, zie je wel. Maar dat maakt ook wel heel mals en heel lekker. Mm-hmm. Nou, ik heb dus er straks een biefstukje van gemaakt. Hij doet een beetje peper en zout erop. De discussie gaat altijd, moet nou eerst peper en zout en dan bakken? Of eerst andersom? Nou, dat is een paar jaar geleden een onderzoek daar geweest dat helemaal niks uitmaakt. Want mensen zeiden van de kruiden die gaan verbranden en de ander zei van het trekt de vocht eruit. Mm-hmm. Ja, beide waren onzin verhalen, dus je mag nu doen wat je wil. Dus Okay. Het gaat altijd goed. Oké. Okay. Ja, bak je lekker om en om in de pan. Ja. Aan beide kanten, even een minuutje of 2, niet te lang, want rood... Moet het rood blijven? Nou, je moet eigenlijk net tussen rood en medium in doen. He, dat het wel een beetje gaarheid heeft. Ja, je mag ze rood maken zelf wel natuurlijk, maar de meeste mensen vinden dat wel lekker. Maar hoe verder je het gaat, dat is maar wild, dan krijg je een wat leverachtige smaak. Omdat wild natuurlijk een heel sterke smaak heeft. En die leverachtige smaak vinden heel veel mensen gewoon niet lekker. Ja. En vandaar dat we het ook altijd tussen rood en medium in doen. En dat is gewoon, geeft gewoon de mooiste smaak aan het vlees. Is dat ook soms de geur die het afgeeft? Als je wild aan het koken bent in huis, dat je soms strijkt veel sterker inderdaad dan een biefstukje of een kipfiletje. Dat komt ook omdat wild over het algemeen veel langer bestorven wordt. Hè? Dus dat zeg ik ook altijd, zo ben ik opgevoed. Die haas die in de schuur hangt, die moet eigenlijk bij de maaien uitkruipen en dan pas is hij goed. Dus je kunt voorstellen dat het een andere geur geeft dan dat je een stukje varkensvlees in de pan gooit. Dus dat veroorzaakt eigenlijk, het is een beetje het ontbindingsproces ook van het vlees. Maar ook, die beesten hebben veel gelopen. Dat was het geheim van Flappy. goed, daar hebben ze een liedje over gemaakt, hè. Goed, we hebben vlees dus gebakken. Nou, je rolt het dan in aluminiumfolie. Ja. Dat heb ik hier ook gedaan. Ja. Ja. Zitten er 2 stukjes in. Nou, kijk eens dat doet bakken. Ja. Ja. Je rolt dan aluminiumfolie. Dat heeft het effect dat de temperatuur blijft, mm-hmm. maar het gaat heel langzaam door en het vlees kan rusten. Als je het voorstelde vlees ziet, dit is heel gespannen vlees. Ja. Er zit vocht in, mm-hmm. maakt het dicht aan de buitenkant, het wordt warm en vocht wordt damp en dan wil het naar buiten. Ja. En dat duwt eigenlijk de cellen van het vlees ook naar buiten. Ja. Op het moment dat je laat rusten, weer op een wat lagere temperatuur, dan gaat het weer terug en trek je alle sap weer terug in het vlees. En dan krijg je een heel mooi stukje vlees. Okay. Ga ik je nou een stukje laten proeven? Ja, ik heerlijk. Dan maken we straks het hoofdgerecht voor je klaar. Hè? Ja? Kijk eens. Oh, wauw. Het ziet er wel perfect uit. Kunnen we dat zien?
Ziet ook, hè? Je ziet ook bijna. Kan geen, alleen onze kok, Jos, hè? Dit, bijna geen grijze rand eromheen. Ja. Als ik hem nu uit de pan haal, dan kan ik ook wel even laten zien. Ja. Zullen we zien dat die grijze rand eigenlijk best wel een stuk dikker is. Ja. Valt er bij deze toevallig mee. Dat is ja. Altijd natuurlijk als je wil laten zien. Nee, maar ook dat is met rusten, dan trek je die kleur weer mooi naar de buitenkant. Dan heb je een mooi stukje fles. Ik ga hem even. Wat zo is. Heel mals. Ja. Nou, kun je alvast ruiken op het hoofdgerecht voor dadelijk, toch? Wauw. Ik kom straks bij jou terug. Ja. Nou ja, ga je ding doen, zou gaat, ik zeggen. Gaat helemaal goed tot komen. Zo. Tot zo. Ja, wij gaan, ik kom even achter jou door. Het hebben over de kunstgrasvelden bij DVG en RKSV. Want daar liggen splinternieuwe kunstgrasvelden. En eindelijk na vele jaren hebben jullie deze gekregen, hè, samen met de gemeente. Of, jullie hebben het. Bij mij op de bank Toon van Rurenmonde van DVG en Ties Ponk van RKSV. Er is heel veel om te doen geweest. Maar even terug. Kregen jullie niet de schrik van je leven? Om bij jou te beginnen. Nou, het is altijd schrik als je pas een nieuw veld hebt aangelegd. Alles volgens de regels gedaan hebt. En de hele begeleiding door een erkend bureau. Overigens ook een Boksels bureau gedaan. Mm-hmm. Ja, dat dan op een gegeven moment de melding komt dat het wellicht foute boel zou kunnen zijn. En dat is... Op zich is dat wel een domper, maar wij hebben steeds van begin af aan gezegd van, dat het toch eerst bewezen moet worden of dat het ook echt wel zo is. En er is al een paar keer de term paniekvoetbal gevallen en daar scharen wij ons ook achter dat het eigenlijk een slechte tactiek is. En vooralsnog moeten we afwachten wat de onderzoeken verder nu gaan uitwijzen. Hoe heb jij dat ervaren, Ties? Nou, ik schrik niet zo gauw, maar... Als je kijkt dat het eerste kunstgrasveld in Nederland is gelegd in 1986. Mm-hmm. En we zijn nu 30 jaar verder. Hier in Boksel liggen al een paar kunstgrasvelden, een jaar of zes. Mm-hmm. Op Essenheiken. En nu dan die drie. Ja, dan er zit milieukeur op. Het voldoet aan alle eisen die op dat moment gesteld werden. Dus ik denk dat ik hoop dat het goed afloopt en dat de storm in een glas water is. Ja. En als dat niet zo is... Dan gaan we weer met z'n drieën overleggen, ODC, DVG en wij en de gemeente, hoe het probleem op gaan lossen. Ja, maar wij doen aan paniekvoetbal op dit moment niet mee. Voordat we dadelijk verder gaan praten, laten we even kijken naar een compilatie van Zembla. Dit is een kunstgras voetbalveld. En dit zijn oude autobanden. Wat hebben die met elkaar te maken? Op bijna alle kunstgras voetbalvelden liggen grote hoeveelheden oude autobanden. Die zie je niet, ze zijn versnipperd tot kleine zwarte korrels, rubbergranulaat. Die rubberen korrels maken het kunstgras geschikt om op te voetballen. Maar in het rubber van die oude autobanden zitten ook schadelijke stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. Nederland heeft bijna 2000 kunstgras voetbalvelden. In ongeveer 90% van die velden zitten de rubberen korrels van oude autobanden. Opgeteld liggen er dus zo'n 34 miljoen versnippende autobanden op onze kunstgras voetbalvelden. Dat is ongeveer net zoveel als alle banden van alle 8 miljoen auto's die in Nederland rijden. Tja, wanneer hoorde jij dit? Ik heb de uitzending van Zembla niet live gezien op die woensdagavond. We hadden de dag daarna, donderdag, hadden wij samen met de twee andere verenigingen een afspraak in het gemeentehuis over de afwikkeling en de afsluiting van het project. En daar heb ik het eigenlijk voor het eerst gehoord. En ik heb naar de rand via internet de uitzending live af teruggezien. Maar wacht even, je zei, we hadden een dag na deze uitzending... Van Zembla. Afsluiting van Zembla. Over project voor het leggen van jullie kunstgrasvelden. Ja. Hoe bizar is dat dan? Ja, dat weet ik niet. Dus op zich was het een makkelijke timing. Konden we gelijk aan de wethouder ook vragen wat zijn visie is en wat het standpunt van Boksel zou zijn. Mag ik hoe reageerde hij? Eigenlijk hetzelfde als ook wij reageren. Ze hebben ook gelijk een artikel op de webpagina van de gemeente Boksel gezet. Mm-hmm. En daarin was ook te lezen dat ze eigenlijk ook adviseren om het veld te blijven gebruiken. En te luisteren en te kijken naar wat RIVM, KNVB adviseert.
En dat is eigenlijk ook ons standpunt nog steeds. Ja, Ties, als ik het goed begrijp, jullie spelen ook met RGSV nog steeds, of met Bok eigenlijk, hè? We kunnen beter in de volksmond gewoon doe Bok zeggen. Doe me gewoon Bok, ja. Op de velden. Wij trainen en wij hebben afgelopen zondag de 2 wedstrijden opgespeeld. Ja. En wij blijven dat tot na de orde gewoon doen. En ik zie niet in waarom we dat niet zouden doen. Er ligt voor een 900 miljoen euro kunstgrasvelden in Nederland. Het lijkt me toch heel stug dat er in het verleden zo slecht opgelet is. Mm-hmm. Want dat zou dan wel een enorme kapitaalsvernietiging zijn. Dus ik ben nog gerust op het RIVM. Ik ken uit andere hoofd het RIVM ook erg goed. Vanuit het verleden. En ik denk dat daar best kundige mensen zitten. Mm-hmm. Die niet over één nacht ijs gaan. En ik hoop dat ze dat waar kunnen maken wat ze tot nu toe gezegd hebben. Mm-hmm. En die bijeenkomst dat gemeentehuis, dat was toevallig gepland al voordat wij wisten dat die uitzending van Zembla zou komen. Ja. Want ja, je weet, met een groot project met 3 velden zijn er altijd nog wat puntjes fijn te slijpen. En die zijn toen aan de orde geweest. Mm-hmm. Alleen ik had een tipje gehad van een bekende. Ik wist dat Zembla ermee kwam. Maar ja, Zembla komt vaak met bijzondere dingen. Ja. Laat ik het zomaar zachtjes formuleren. Maar wat nou, stel dat de keuringsdienst, of dat blijkt vanuit het onderzoek, in melk zit een kankerverwekkende stof. Dan zou mijn keuze zijn, ik ga mijn kind even geen melk meer geven. Ondanks dat de keuringsdienst misschien zegt van, we wachten het onderzoek af. Ja. Dan denk ik dat de toekomst er moeilijk voor je uitziet, Geert. Want dan kan je weinig meer eten en drinken, denk ik. Want overal is wel wat op aan te merken dan. Vroeger gebruikte men in sommige producten sulfiet. Nou, dat mag niet meer. Als ik de tendens zie dat voedsel en dit soort zaken, kunstgrasvelden, in onze ogen, als ze voldoen aan alle eisen, veilig zijn, ja, dan moet je, denk ik, niet vooruitlopen op de feiten en afwachten tot de juiste onderzoeken gedaan zijn. En de Europese Commissie heeft ook opdracht gegeven om onderzoek te doen. Dat moet in februari bekend zijn. Nee, ik snap je verhaal, maar ik zeg het niet voor niks. Ik zeg het, de redactie heeft contact gehad met de RKVV Nuenen. En zij besloten dat de jeugd niet meer op het kunstgrasveld mag spelen, totdat er meer nieuws is over het onderzoek. En zij zeggen eigenlijk letterlijk, volgens hun, als zo'n kind valt, kan het zo'n korrel binnenkrijgen of via inademing, bijvoorbeeld als het warm is. Wat is jullie keuze om niet zo'n statement als hun bijvoorbeeld te maken? Ja, de berichten die wij vanuit KNVB, RIVM krijgen, dat zijn de overkoepelende organisaties. En als straks inderdaad blijkt dat het zo is, ja, dan zullen wij de eerste of de laatste zijn die dat gaan gebruiken. En kijk, wij spelen er nu net 2 maanden op. Mm-hmm. Ik denk dat verenigingen die er al jaren op spelen, mm-hmm, ja, dan misschien daar anders op zullen reageren. Omdat dan misschien de risico's toch nog iets groter zijn. Ja. Dat moet nog bewezen worden allemaal. Maar ja, het blijft toch een beetje paniekzaaien misschien. Als het zo mocht zijn, dan is het natuurlijk wel triest voor heel Nederland. Want als je kijkt naar het aantal velden die er liggen, ja, dat is echt een flinke investering. Maar ik wil wel nuance aanbrengen als het mag. Jij mag, van mij mag jij het iets. Of je op een kunstgrasveld speelt met kleine kinderen. Mm-hmm. Of je traint onder begeleiding, mm-hmm, van trainers en leiders. Mm-hmm. Dat is wat anders dan dat je kleine kindjes van 3-4 jaar erop laat spelen. Mm-hmm. Dat moeten wij ook niet doen. Ik vind niet dat je dat risico moet nemen. Maar bij ons trainen de senioren op. Toen trainen A-elftallen op, B-elftallen, C-elftallen. Bij jou waarschijnlijk ook. Ja. En ook de effies en de eetjes, maar onder begeleiding. En die mensen moeten in mijn beleving wel opletten. Maar kleine kinderen moet je er niet op laten tuffen in deze fase, denk ik. Maar ben je niet bang dan vanuit een ander perspectief dat ouders dadelijk gaan zeggen, of mensen hier uit Bokstel, of mensen die bij DVG voetballen, als dadelijk blijkt dat het onderzoek toch verkeerd blijkt te zijn, ja, hadden we maar. Dan hebben we met z'n allen een uitdaging. Ja, maar in Nuenen hebben ze nu al een besluit genomen. Ja, er zijn meer verenigingen. Ja, maar dat is gewoon een vraag. Ja, hadden we maar. Ben je niet bang dat mensen schadeclaims gaan indienen, bijvoorbeeld?
Nee, er is een verschil. Wij huren als verenigingen de velden van de gemeente. Ja. Daar leg ik dus niet de Zwarte Piet vandaag bij de gemeente. Nee. Maar wij zullen, als er iets uitkomt wat niet correct zou zijn... Mm-hmm. zullen wij in overleg met de gemeente en met KNVB, RIVM en andere instanties... moeten kijken wat de definitieve oplossing dan is. Ja. Maar van tevoren van iedere oplossing een probleem maken... denk ik niet dat verstandig is. Snap ik. Ik wil er ook niet te groot probleem maken, maar heeft het te maken met, heel simpel gezegd, heeft het te maken met kijken naar de voetbalclub waar mijn zoontje bijvoorbeeld bij speelt? Heeft het te maken met het feit van dat er te weinig velden zijn, dat we toch daarop blijven trainen? Of heeft het te maken met het feit van wij scharen ons achter de KNVB? Eigenlijk beide. Ja, qua capaciteit zouden wij qua trainen denk ik wel de zaken om kunnen zetten met andere aanvangstijden en dat soort zaken. Maar kijk bijvoorbeeld naar ODC, die hebben alleen maar kunstgrasvelden, dus die moeten al hun activiteiten dan staken. En ja, dat is ook lastig. En ik zeg ook, wil ook benadrukken dat de gezondheid natuurlijk het meest belangrijke is. Maar ja goed, zolang als de instanties ons nog steeds het groen licht geven en geen aanleiding geven om een ander standpunt in te nemen, dan blijven wij het ook gebruiken. Wat kost een kunstgrasveld? Dat ligt eraan. Ik denk dat wij in onze combinatie met de aanbesteding het redelijk gedaan hebben. En je moet ervan uitgaan dat wij met die drie kunstgrasvelden minder dan 1 miljoen uitgegeven hebben. Wat heel veel geld is, hè? Laat ik dat even benadrukken. Mm-hmm. Omdat je er drie tegelijk aan laat nemen, mm-hmm. ja, dan is het voor een aannemer natuurlijk wel wat gezelliger. Om in één keer door te drukken met 3 kunstgrasvelden, als dat je iedere keer 1 veld aan moet leggen. Dus ik denk dat wij met elkaar, nogmaals met de gemeente, een redelijke financiële zaak gedaan hebben. Ja. Vooruitlopend op wat er nou allemaal aan de hand is natuurlijk. Zijn de bedrijven die nu die kunstgrasvelden maken, zijn de bedrijven die bijvoorbeeld angstzweet nu in hun nek gaan voelen? Dat ze bang zijn van stel dat dit verkeerd uitloopt. Nou, ik denk wel dat nieuwe velden die nu in aanleg zijn, op dit moment niet ingestrooid zullen worden met SBR-korrels. Ik denk dat die projecten stil liggen, maar dat weet ik niet. Ik heb daar geen informatie over gekregen, maar ik denk dat op zich... Nee, maar ik bedoel, jullie hebben 3 velden met Bok bijvoorbeeld. 5 totaal in Boksel. Ja, in totaal. Nou ja, en dan met de ODC erbij nog... ik bedoel, dus... Stel ODC bijvoorbeeld, het is voor een club funest. Een club kan niet meer spelen. Nee. Het moet veranderd worden. De gemeente heeft daar geld in geïnvesteerd. Die wil dat geld denk ik weer terughalen om een normaal veld aan te leggen. Ik denk dat die hele discussie tussen wie gaat dat betalen nog helemaal op gang moet komen op het moment dat de uitslagen bekend zullen worden. En natuurlijk zal het van gemeente naar aannemer, naar leverancier, recyclingsbedrijf... Ik denk dat die hele cyclus nog wel zal volgen. Ben je niet bang dat het een struisvogelpolitiek gaat worden dan? Nou, dat weet ik niet. Ja, misschien wel, maar dat zou dan eigenlijk verkeerd signaal zijn, toch? Als het echt niet veilig is, dan moeten ze het ook niet gaan gebruiken. En dan moeten we de consequenties dragen. Kijk, de vraag is natuurlijk, als je over eventuele aansprakelijkheidsstelling zou praten, mm-hmm. van wie dan aansprakelijk zou kunnen zijn... En dan wijzen natuurlijk de eerste neuzen altijd naar het RIVM. Ja. En de tweede neuzen wijzen dan naar degene die milieukeur afgegeven heeft. Ja. Nou, dan kom je misschien wel in een politieke discussie terecht. Ja, wij zijn geen politici. Nee. En ja, dan zou het wel eens een langdurige zaak kunnen worden. Volgende stap. Lekker voetballen in het weekend. En trainen vanavond en donderdagavond en morgenavond. Ja, zo werkt het op dit moment nog. Nou, wat ook wel opvalt vind ik in de hele uitzending van Zembla... is dat alleen de kunstgraskorrels op de hak genomen worden... of onder de loep genomen worden. Maar er zijn veel meer recyclingsproducten... die van hetzelfde materiaal gemaakt worden. Mm-hmm. En daar heb ik helemaal niks over gehoord. Het wordt gebruikt in speeltoestellen onder de schommels en dat soort zaken. Dus mm-hmm. er zijn veel meer producten... die vanuit die recycling gemaakt worden, als alleen de korrels. Ja.
Ik denk dat de laatste woorden hier ook nog niet over gezegd zijn. Want als je kijkt naar de rugby in Den Bosch bijvoorbeeld, dan hangen ze met hun neus in het kunstgras. En in de rubberen korrels. Dus als de, het is... En dat ligt er ook pas, hè? Ja. Bij de rugby in Den Bosch. Ik vind het fijn dat jullie even op de bank kwamen zitten. Om ook even jullie statement te maken. Als jullie toch anders beslissen, dan horen wij het natuurlijk graag als eerste. Hopelijk is het niet nodig. Goed, meer informatie, neem even kijk op onze website www.omroepdommeland.nl. Ik ga weer naar onze kok Jos, die druk bezig is met zijn mooie gerechten. Ja. Hoe gaat het, Jos? Goed. Wat ben ik aan het doen? Nou, ik ben nou de kruidjespuree maken. Ik maak een beetje herrie. Moet je even helpen? Oh, dat gaat wel hoor. Ja? Dat wil ik nog wel. Zult maar lekker maken, toch? Perfect. Spruitjespuree, ja, dit is eigenlijk heel makkelijk, maar mensen maken altijd één fout. Ja. Je doet gewoon de spruitjes koken. Hè, gaar koken, je moet ze niet te gaar koken natuurlijk, dat gebeurt nog wel vaak. Ja. En dan willen ze puree van maken. Dan gaan ze de spruitjes op de vergiet gooien, wachten ze nog een half uur. En dan denken ze, oh, ik moet nu puree maken. Helaas, te laat. Oké. Je gaat er room toevoegen. Ja. Eén van de twee producten moet koud zijn en de ander warm. Waarom? Omdat anders gaat schiften, gaat scheiden dus. Mm-hmm. En dan krijg je nooit een mooie puree. Okay. En neemt niet, wordt geen enige grote consistentie. Ja. Dus je doet het gewoon in een keukenmachine, of net zoals ik nu gedaan heb met een staafmixer. Warme spruitjes erin, puree erbij, peper en zout. Klaar. Perfect. 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 Nou, perfect. Dan mag je even de microfoon vasthouden. Ja, ik ga jou direct even maken, want anders gaat het niet goed komen. Nou, en hier op het bord van die scheppen puree. Yeah. Oeh, mooi streepje erin. Ja, je altijd iets leuks van maken, toch? Ondertussen heb ik de frietjes van de zoete aardappel met de frituren natuurlijk. Ja. Nou, de herten, dat heb ik zo straks laten zien. Het makkelijke daarvan is, als je het vlak bij de kacht legt, blijft het gewoon op temperatuur. Mm-hmm. Dan kun je het eigenlijk nu meteen snijden en op het bord leggen. Ja. Dat is geen enkel probleem. Even een mesje hebben. Ja. Wat vind je nou het allermooiste wildgerecht? Ja, het allermooiste wildgerecht dat ik ooit gegeten heb is grouse. Ja, grouse? Dat is een vogelsoort. Die komt heel veel in Engeland voor. Ja. Ik ken de whisky wel, hè? Ja? Ja, maar ik zal hem verder niet meer naam noemen. Ja, ja. Die ken je wel, denk ik. Maar die vogel die drinkt iedere keer die whisky of zo? Nee. Die vogel die op de whiskyfles staat, dat is de grouse. Maar niet heel veel mensen zullen ervan houden, want het is echt een hele, hele, hele sterke wildsmaak. Maar als je dat heel mooi bereid en echt een mooie saus, een mooie groente bij doet, die ook goed combineren natuurlijk, dan vind ik dat echt fantastisch gerecht. Ja. Dat is echt voor echte wildliefhebbers. De jagers in Engeland zijn er allemaal helemaal gek op. Dus. Wauw. En wat is nou het meest gangbare gerecht op wildgebied? Ondertussen kook maar lekker verder. Ja, ik heb het zeker. Wat mis je hier? Ik ben mijn tang kwijt, maar ja, je hebt hem verstopt denk ik. Je tang? Ja, hier. Oh, daar ligt de tang. Ja. Maar wat is het meest gangbare gerecht? Nou, veel gangbare gerechten zijn fazant uiteraard. Ja. Hert. Hoewel dat tegenwoordig ook vaak tamhert is. Mm-hmm. Nou, dat is ook soms een bepaalde keuze natuurlijk, hè, die gemaakt wordt vanwege tekort en dergelijke in aan hert. Ja. Hert is natuurlijk ook makkelijk te kweken. Geeft wel een wat andere smaak. Konijn. Dat kent iedereen wel, hè. Ligt in iedere supermarkt. Alhoewel de fazant en hert tegenwoordig ook daar liggen. Dus dat zijn eigenlijk wel een beetje de gangbare gerechten die gemaakt worden. Ja. Voor de iets gevorderde wildliefhebber dan de hazerug. Want het heeft natuurlijk ook weer die hele sterke wildsmaak. Moet hij nog iets, hoe moeten we hem nog, afmaken? Of ja, er komt nog een beetje saus bij. Ja? Dus je hebt nu eigenlijk een gerecht vlees, groente en we denken aardappels. Maar we noemen het wel zoete aardappel. Maar zoete aardappel, we weten heel veel mensen niet, het is gewoon een bietensoort. Oké. En het werd de vervanging gebruikt van aardappel en het is wat zoeter, dus daarom werd het zoete aardappel genoemd. Eén ding wat veel mensen ook fout doen, en dat ga ik nou bij jou goed doen. Ja. Dan gaan mensen de bord eten, dan pakken ze dit. En gaan ze eten. Gaan ze eens een frietje doen. Ja. Je moet, een gerecht. Dan ga ik nou, combineren. Altijd in combinatie eten. Er ligt niet voor niks alles op het bord. Ja.
Kijk eens. Wat een plezier dit. Mooi, hè? Oh, jij gaat me gewoon voeren. Wauw. Ik ga het gelijk... Ja, ik kan vasthouden. Ja? Ja. Mm-hmm. Ik doe precies hetzelfde nou. Ja. Oh, die spruitenpuree is lekker. Wauw. Ik vind maar zie je wat er nou gebeurt, hè? Je hebt, doet alles in je mond. Ja. En je in eerste instantie ben je op het vlees aan het en die frietjes aan het kouwen. Ja. En op een moment zeg je, hey, wauw, die spruitspuree is lekker. Die komt ja, pas op het einde, die komt raakt eraan. Boef, ja, komt er doorheen. Wow. Zullen we de volgende keer gewoon toetjes doen? Ja. We zijn door de tijd heen. Ja, we doen, maar ik ben de toetjes bijna klaar, dus gaan we gewoon doen, Geert. Ik neem nog gewoon een hapje, in combinatie, ja, met een beetje van jouw saus eroverheen. Ja. Wil jij thuis nog meer informatie? Neem gewoon even kijken op onze website www.omroepdommeland.nl. Jos, ik wil jou super danken. We zijn er over 2 weken weer. Dag.